Ja, hij vraagt erom, hè. Ja, hij was aan het solliciteren. Ja, en hij zat op tv bij Kassa. En bij Op1. En hij was bezig als de redder van de natie met zijn prijsplafonnetje. Oh, god. En hij was druk aan het slaan. Als een chimpansee op zijn borstje slaan. Kijk mij eens eventjes. Ja, knulletje Klaver. Ja, die had het druk hoor. Met zieltjes winnen. En kijk mij eens. Ja, maar dat komt allemaal goed een keer. Met knulletje Klaver. Want de mensen prikken daar natuurlijk dwars doorheen. Ja, want dan zeggen ze vaak van, ja, die Wilders met zijn populisme. Maar wat denk je hiervan? Ja, midden in crisistijd ga jij gewoon zo lopen doen en kijk mij eens even wat ik allemaal gedaan heb. Nee, dat noem ik nou populisme. Ja, van het ergste soort. Wat vreselijk gewoon. En daarom denk ik dat zo'n Klaver, die gaat uiteindelijk, knullentje Klaver, gaat gewoon uiteindelijk die kakelende kaag achterna, vrienden. Let nou maar goed op, want je kan het bij beide zien. Kijk, hij heeft vorige keer al verloren, want hij heeft al die grote L zo. Zie je hem, die L? Die heeft hij op zijn voorhoofd staan, loser. 6 zetels verloren. Knulletje Klaver. En dat gaat de komende verkiezingen gaat dat weer gebeuren. Want mensen hebben daar gewoon geen zin in. In dat geneuzel. En die kakelende kaag, die ging de vorige verkiezingen. Oh, toen kwam ze met alle mooie beloftes, weet je nog? Ja, nieuw leiderschap. Ja, en we laten niemand vallen. Nee. En wat hebben we daar allemaal van gezien? Nu ook weer. Want zij hield de hand op de knip de hele tijd. De hele tijd werd er gevraagd om maatregelen om de mensen te helpen financieel. En kakelende kaag die de, nee, we gaan niks uitgeven. Terwijl het geld komt met bakken binnen bij de Nederlandse regering, met het kabinet. Die kaag, we laten niemand vallen, nee. Dus mensen prikken daar allemaal doorheen. En wat gebeurt er dan? Dan komen ze, vrienden, ja, aan de beurt. Ja, want let op, knulletje Klaver, die wil oh zo graag op het plus terechtkomen. Die wil oh zo graag een keer aan de macht. Dat hebben we vorige keer gezien. Toen werd hij afgewezen. Ja, toen moest hij wegwezen. Maar die wil oh zo graag een keer in het kabinet. En vrienden, dat gaat gewoon niet gebeuren. Het gaat niet gebeuren. Nee. Want hij gaat, wat ik net al zei, de kakelende achterna. Want kakelende, die wil oh zo graag minister-president worden. En vrienden, ja, dat gaat ook niet gebeuren. Nee. Oh, wat een feest, hè. Ja. Dus, hey, knulletje Klaver en de kakelende kaag, die kunnen elkaar lekker gaan knuffelen.